Goeiedag, mijn naam is Roland Tang en namens de Root Community Own Your Life heet ik je van harte welkom bij Root Quickie nummer 4. Root Quickie nummer 4, waarin we gaan zien hoe kan je iets veranderen in je Root Prime Subscription. Stel je wil, je hebt een product in je Root Prime Subscription en je bent zeer tevreden over het product en je ontvangt dat elke maand, maar je wil eigenlijk nog een product toevoegen. Of je hebt een aantal producten en je wilt een product eraf halen. Hoe doe je dat nou zonder dat je loyaliteitsbonus of wat dan ook in gevaar komt? Dat wil ik je graag laten zien en daarvoor zal ik mijn scherm weer even delen. Dus ik ga heel even mijn scherm of de opname pauzeren en ben zo weer bij je terug. Goed, zoals je ziet zijn we inmiddels op de website van de Root Brands in je eigen back office. En we gaan daarvoor even naar het volgende, naar mijn rekeningen. En dan gaan we naar mijn dashboard. En in jouw dashboard zie je de knop Root Prime staan. Dan moeten we heel even wachten. Geef het systeem ook de tijd. De ene internet werkt sneller dan het andere. En soms werkt het gewoon wat langzamer. We gaan naar Root Prime. En dan kom je in je Root Prime omgeving. Geef het echte tijd. Oké, daar komt het aan. Zoals je ziet, Root Prime is actief. Dat heb je ook. Hoe je dat actief maakt, heb je kunnen zien in Root Quickie nummer 3. Hier de cancel knop. Je kan het ten alle tijde cancelen. En dan gaan we even verder. Hoe kan je nu iets veranderen in jouw Root Prime Subscription. Oké. Laten we zeggen, je wil een item toevoegen. Voeg item toe, daar klik je dan op. Dan kom je automatisch naar de shop in de winkel van Root. Dan moeten we weer eventjes wachten, want het systeem moet het even inladen. En zegt dat we Restore willen bestellen, ook op een maandelijkse basis. We zeggen dan toevoegen aan Root Prime. En het systeem brengt ons dan automatisch weer terug naar Root Prime. We scrollen weer even naar beneden en je ziet dan hier staan de Restore is erbij gezet. Eigenlijk is dit alles. Meer hoef je niet te doen. We hebben de wallet ingesteld. Als jij een bedrag in je wallet hebt, zet het maximale bedrag erin. En je moet toch altijd je creditcard erbij geven, maar dat hebben we bij de eerste bestelling al gedaan, bij de eerste aanmaak van de Root Prime Subscription. Dus zo eenvoudig is het. Vergeet nooit dan om op opslaan te klikken natuurlijk. Want anders dan weet het systeem het niet, dus altijd op opslaan klikken. Verander de datum liever niet. Als je jezelf moeilijk wil maken, verander hem dan. Maar als je jezelf makkelijk wil maken, verander de datum absoluut niet. Wat je nou kan doen, we hebben nu iets toegevoegd. Hoe ga je nou iets eruit halen? Oké, eigenlijk hetzelfde, alleen andersom. We klikken op het kruisje van het product wat we eruit willen hebben. We klikken daar eenmalig op, geven het systeem de tijd. En wat je ziet, het is verdwenen. Opnieuw geldt hier ook weer. Ga naar opslaan om het te bevestigen. Eigenlijk is het zo eenvoudig. Mocht je vragen hebben, ga dan altijd naar je Root contactpersoon. Of stel de vraag in een van de social media groepen. Je kan ook de speciale e-mail gebruiken. Maar wil je de ervaring leert onder ons. Als je het vraagt aan je Root contactpersoon of in de social media groepen, heb je veel sneller een antwoord. Inmiddels zijn er al zo vaak dezelfde vragen gesteld of min of meer dezelfde vragen, dat een antwoord niet lang op zich hoeft te wachten. Ik dank je voor je aandacht en tot Root Quickie nummer 5.